Una yo ahí, vení. Vení, vení. Yo vas, yo vas. Yo vas, yo, 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 yo. Vení, ¿eh? Umbu ya nini? Anakungata unauma unakufa. Unakufa kwa nini? Kwa nini? Njoo basi. Hii mkubwa sana. Ha? Hii mkubwa? Nou, laten we eens kijken wat we gevangen hebben. Dit is de vangst van één nacht. En dan zie je dus dat dit zijn een paar honderd muggen. En we hebben zelfs aantallen gehad van tot 500 malaria muggen die op één nacht gewoon zo'n huis binnenvliegen. Dus als we de Eve Tubes niet geïnstalleerd zouden hebben, zouden deze muggen zo het huis zijn binnengevlogen en zouden deze mensen gebeten hebben en malaria hebben kunnen geven. Diep in de binnenlanden van Tanzania voert medisch entomoloog Bart Knols al zijn hele werkzame leven strijd tegen de malaria-mug. Sinds een half jaar experimenteert hij met een even simpele als unieke vinding, de Eve Tube. Zoveelbelovend dat de EU er 5,5 miljoen euro in heeft geïnvesteerd. De malaria-mug steekt alleen 's avonds en 's nachts. Via de open dakrand komt hij op mensengeur af. Bart Knols maakt die rand dicht en plaatst bovenin PVC-pijpen met sneldodend gif. De resultaten zijn indrukwekkend. 90% van de muggen wordt gedood. Dit is nu het 22e huis in het dorp waar de tubes worden geïnstalleerd. We willen er nog minimaal 1400 gaan doen met die financiering van de EU die we gekregen hebben, die 5,2 miljoen. We zien 90% minder muggen binnen het huis nu in vergelijking met normale huizen. Dus dat is een gigantische impact. En we verwachten echt dat dit gewoon op grote schaal malaria echt kan gaan onderdrukken. Met zo'n simpel dingetje. Dat is met een simpel PVC-buisje waar een hele hoop wetenschappers achter zitten. 40 mensen uit 5 verschillende landen hebben gewerkt aan deze hele simpele interventie. En zo moet het zijn. Mensen uit het dorp moeten zelf zoiets kunnen installeren. Dan heeft het toekomst. Kuna mabadiliko yote toka tuweke bomba ukilinganisha na kabla hatujaweka bomba. Mabadiliko yako. Mhm. Tofauti na zamani. Zamani kulikuwa na mbu wengi kiasi kwamba hata ukilala unasikia kabisa wanavunguruma. Lakini sasa hivi kwa kweli tunalala kwa amani. Malaria is de derde grootste ziekte op aarde. Jaarlijks nog steeds meer dan 725.000 doden. Alleen in Tanzania al meer dan 100.000 slachtoffers. Vooral kinderen en zwangere vrouwen. We zijn 500 kilometer de binnenlanden in naar het dorp Igombati. Als we de kinderen van het dorp vragen wie er dit jaar al malaria hebben gehad, steekt iedereen zijn vinger op. Hier in Tanzania we expecting 40-60% of hospital and death attendances is due to malaria. That's a lot. That's a lot. So malaria is the leading cause of hospital attendance. It's a leading cause of a hospital admission and it is also a leading cause of death. Hier ligt een begraafplaats, kunnen we even kijken. Ik weet dat hier kinderen liggen, ongetwijfeld slachtoffers, jonge slachtoffers door malaria. Kijk, op jaarbasis moet je toch rekenen, wereldwijd, dat er 725.000 mensen sterven aan de gevolgen van malaria. En als ik dat vergelijk met de hoeveelheid mensen die omkomen door oorlog, praat je over 425.000. Dat is geen vergelijk. Als wij malaria in Nederland zouden hebben, nog, en het zou even erg zijn als hier in Tanzania, dan zouden we op jaarbasis praten over 40.000 slachtoffers in ons land. Dat is toch gewoon niet voor te stellen gewoon. De zwangere vrouwtjes steken 's nachts en brengen zo de malaria-parasiet van mens naar mens. Daar ontwikkelt de parasiet zich en gaat met een nieuwe muggensteek door naar het volgende slachtoffer. En waarom is het nou juist hier zo erg? Hier in Afrika komt de meest dodelijke vorm van malaria voor. Er zijn er 15 mensen kunnen infecteren. Hier in Centraal-Afrika de meest dodelijke vorm van. Plus daarnaast malaria muggen die bijzonder extreem goed zijn in het overdragen van malaria. Ze leven lang en ze hebben een voorkeur voor menselijk bloed. Die dingen bij elkaar opgeteld maakt dit de gevaarlijkste plek op aarde voor malaria. De bewoners van het straatarme Tanzaniaanse dorpje zijn zeer enthousiast over de tubes van Knols. Wat we gemeten hebben is dat in dit gebied lopen mensen per jaar 260 keer een beet op die ze malaria geeft of kan geven. En die 260 gaat nu terug naar minder dan 5. Muggenexpert Knols en zijn team onderzoeken alle facetten van de malaria-mug. In kassencomplexen zijn complete dorpen nagebouwd.
met gaas, afgeschermd van de buitenwereld. Er kan geen mug in of uit. En wat gebeurt daar dan? Hier gaan we een volledig dorp in nabouwen. Het dorp waar we net geweest zijn, waar we de tubes hebben geïnstalleerd. Datzelfde dorp gaan we hier in een kast nabouwen om de experimenten te kunnen doen. Wie betaalt dat allemaal? Dit is allemaal gefinancierd met geld van de EU. An enormous complex in the middle of the jungle. What are you doing here? Quite a number of research. Over there we are testing new insecticides. And then on this end we are testing the behavior of mosquitoes against bed nets. And then if you turn around on that particular facility, we are testing different attractants and repellents against mosquitoes. And behind there, we are testing eave tubes that are being developed under the European Union funded project. Dit is een kweekkamer voor Afrikaanse malariamuggen. Dit is een soort die heet Anopheles arabiens. Het is een van de belangrijkste overbrengers van malaria in Afrika. Deze muggen die opgekweekt worden, die kunnen we in die kast loslaten om experimenten mee te doen. Zie je daar? Deze bak zit helemaal vol met larven. Die komen hieruit. En dan krijg je een populatie die gekweekt wordt hier gewoon in de kast. En die kan zichzelf in stand houden. En als je dan op een gegeven moment je tubes inbouwt, dan kun je gaan meten hoe snel je die populatie onder controle kunt krijgen. Dat is heel moeilijk in het veld. Maar hier in de gecontroleerde omstandigheden van een kast kan dat heel makkelijk. Hier, dit zijn de eitjes. Ja. En die komen dan uit naar larven. Die larven dat worden poppen. En hier hebben we een kooi, daar zitten 7000 volwassen malariamuggen in. Ja, en als je die nou loslaat, dan krijgen we helemaal malaria. Van deze dus niet, omdat deze niet besmet zijn. Maar dit zijn wel de boosdoeners in het veld daarbuiten. De laboratoriummuggen moeten iedere dag gevoerd worden met mensenbloed. Elke wetenschapper komt een keer aan de beurt. The researchers, we have to blood feed mosquitoes during our research in order to have them laying eggs and produce a population of mosquitoes that we are going to test. So it's no real pleasant process. It's a bite of mosquito is really painful, but we have really to tolerate that to make sure that we reach our objectives. Is it painful? Yeah, it's painful. Oh, good luck. Thanks. Bart Knols gaat regelmatig op muggenjacht in het dorp om te kijken wat het effect is van zijn tubes. Nou, hier zien we dan een huis waar niks aan gedaan is nog. En dan zie je dus die rand daarboven waar muggen gewoon door naar binnen kunnen vliegen. En nu gaan we binnen kijken wat we hier gevangen hebben. Hoi. Santé. Het sterft hier sowieso van de muggen in dit huis. Ja, hier zitten overal muggen. Ook rustend op de muren, overal eigenlijk. Het zit helemaal vol. Ja. Goed. Nou ja, hier zit er hartstikke veel in. In Nederland, als we als toeristen hier naartoe gaan kopen een pil, €4 per stuk. Ja, dat kunnen deze mensen natuurlijk totaal niet betalen, want ze verdienen $2 per dag. Dus wat doen ze? Die gaan naar een lokaal apotheekje, Dukla Dawa. Eén probleem, een derde van de medicijnen daar is nep. Dat is ongelooflijk wat een hoeveelheid. Ja, het zijn een hele hoop verschillende soorten. Het probleem is, je kunt eigenlijk aan die verpakking eigenlijk bijna niet zien of het nou nep is of echt. Soms dan vind je een typfout op een verpakking en dan kun je echt zien, dit is gewoon verkeerd spul, maar anders zie je het gewoon niet. En dan kom je hier als moeder, geef je laatste centen geef je uit aan pillen voor je kinderen. En dan ga je ze behandelen en dan weet je dus niet of ze komen te overlijden of niet. Volgens Bart Knols treft de apotheker geen blaam. Zij verkoopt alleen goedgekeurde medicijnen, maar dat geeft dus geen enkele garantie. Malaria kwa kweli inaua sana tu kwa siku unaweza kutata wagonjwa 5 hata 10
wamefariki kutokana na nini? Na malaria. Sababu malaria kwa bonde hili ni tishio, inatisha. Na labda unapoishi umeshawe unakumbuka labda rafiki au jirani ambaye ameshakufariki kwa malaria? Mmoja hapo hata mtoto wangu mwenyewe. Fariki kwa malaria hiyo hiyo. Sawa. Het lokale ziekenhuis krijgt zo'n 100 malaria-patiënten per dag uit de hele regio. Als ze het halen, want ze zijn soms wel dagen onderweg. Dr. Batta is hoofd van de infectieafdeling. If you test 100 patients, 3/4 of the tested patients they tend to come with malaria parasite positive. Yes. Yeah. And how many people die? Epidemiologically, it's around 10 to 20% dies because of malaria. As the second cause of death in the hospital. It's dangerous, it's a bad situation. 'S Nachts is het levensgevaarlijk in het ziekenhuis. Vooral ook voor het verplegend personeel. Het barsten van de muggen. When I see in hospital, I think that malaria is coming to me. How many times did you have malaria? This year, I think I got 3 times. Already. Yeah. Met name in en rond het regenseizoen explodeert het aantal malaria-muggen. Elk plasje en kuiltje, krioelt van de muggenlarven, ontelbare hoeveelheden. Nou ja, als je kijkt, dit is een vanaf zo'n beestje uit het water tot gewoon de enorme impact die het heeft op de ontwikkeling van zo'n land. En niet alleen Tanzania, maar heel Afrika. Dat hier begint in een plasje water en zo een impact heeft op de ontwikkeling van een heel continent. Dat is gewoon, ja, dat is onvoorstelbaar. De EVE-tubes van Bart Knols worden nu in 1500 huizen ingebouwd. Maar er staan zo'n 45.000 huizen in de Kilombero-vallei. De missie gaat door. En dan de juju, en dan ging je bomba. En dan je bomba kun je net in het dawa. En dan ga je naar net, halafu, en dan kufa. Tayari, akuna malaria.